Wielrenners zijn altijd op zoek naar kleine details die het verschil kunnen maken tussen winst en verlies. Dat kan gaan over aerodynamische drinkbussen, aerodynamische kousen, soms wel wat schuurpapier op het zadel. Heel veel van die attributen zijn voor ons als gewone fietser niet relevant, maar sommige misschien wel. Dat leer je in dit college. Hoe kan je sneller fietsen zonder harder te trappen? Vanuit de Outcube in Gent. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Welkom iedereen. Dat is dus de kernvraag van dit college. Hoe kan je dus sneller fietsen zonder harder te moeten trappen? Ik ben Bert Blokke en ik ben niet alleen gekomen. Ik heb iemand meegebracht en niet de eerste, de beste. Primož Roglič, de Olympisch kampioen tijdrijden en ook drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje. Ik hoorde dat ik dat zelf kon zeggen. Nu, ja, het is niet de echte natuurlijk, dat had je wel al door. Maar het is wel een pop waar we heel veel testen mee doen. Omdat Primož zelf niet altijd aanwezig kan zijn natuurlijk. Die moet ook nog fietsen om de broden. Even misschien starten met een voorbeeldje. Stel, je rijdt je fiets naar de bakker. En er fietst iemand voor jou en die persoon die houdt er een stevig tempo op na. En je kan mooi achter die blijven rijden, dan zit je eigenlijk wat uit de wind. En dat gaat goed totdat die persoon op een bepaald moment een straat afslaat en je alleen komt te fietsen. En dan voel je plots die wind, die muur van wind op je afkomen en je merkt dat je dat tempo niet meer kan houden. En je snelheid daalt. En dat is eigenlijk aerodynamica. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Ik heb eigenlijk de afgelopen 21 jaar mij proberen te specialiseren in aerodynamica. En in Eindhoven heb ik een groot gebouw tot mijn beschikking. En daarin staat een heel bijzonder meetapparaat. En we noemen dat een windtunnel. Nu, een windtunnel is eigenlijk een grote buis, een groot kanaal, waar we wind in gaan blazen, laten blazen. Dat kan hard, dat kan zacht. Dus dit is een voorbeeld. Dus we laten die wind blazen. Je kunt er van alles in zetten. Fietsen, vrachtwagentjes. Je kunt er ook mensen in plaatsen. Wielrenners, schaatsers, noem maar op. En dit is eigenlijk de Team Jumbo-Visma van 2017. Toen had het nog een andere naam. En het was toen een beetje het lelijke eendje in het peloton. En het was het minst sterke team, om het zacht uit te drukken. Maar ik denk dat jullie misschien wel weten dat intussen het lelijke eendje een heel mooie zwaan is geworden. Een van de beste teams ter wereld. En dat is natuurlijk te danken aan toppers zoals Wout van Aert, Primož Roglič en anderen. Maar ook aan heel veel mensen die heel veel tijd en moeite hebben geïnvesteerd in dat traject. En ook een beetje aan de aerodynamica en aan de testen die we in onze windtunnel doen. Nu, wat is aerodynamica? Dat komt eigenlijk van het Grieks. Aero slaat op lucht en dynamica is beweging. Dus het gaat om de beweging van de lucht. En als er lucht beweegt, ontstaan er meestal krachten, objecten. En dat noemen we dan luchtweerstand. Nu, wat is luchtweerstand? Een voorbeeldje met dat boek. Stel, ik hou dat boek stil, het waait hier niet. Dan is er geen luchtstroming rond dat boek, er is ook geen kracht op dat boek. Luchtweerstand nul. Stel, het waait wel, ik hou dat boek stil, dan gaat dat boek een kracht ondervinden, uitgeoefend door de wind op dat boek, en dat boek heeft dus een luchtweerstand. Stel, het waait niet, maar dat boek gaat zelf bewegen, dan is er ook relatieve verplaatsing van lucht rond dat boek, en dan is er ook luchtweerstand. Nu, voorbeeldjes in de praktijk zijn er heel veel. Maar even terug naar dat boek. Stel, hoe kan ik dat boek aerodynamisch maken? Als de lucht zo blaast, draait het gewoon om. Hier kan die lucht makkelijk langs dat boek strijken. Dit is helemaal niet aerodynamisch, dit is heel aerodynamisch. Je ziet aan het dagelijks leven ook, wat is aerodynamisch? Bijvoorbeeld een vliegtuigvleugel. Wat is niet aerodynamisch? Een muur, een gevel. Een gebouw is een zeer niet aerodynamisch voorwerp. Hetzelfde kun je eigenlijk gaan stellen met de fiets. Ik heb hier een Smurf meegebracht. Dat moet een wielrenner voorstellen. Stel, die staat stil en het waait niet, geen luchtweerstand. Die staat stil en het waait, wel luchtweerstand. Of het waait niet of het waait wel. Die persoon begint te trappen, die gaat bewegen. En dan ontstaat er dus effectief luchtweerstand. En daar is ook een animatie van gemaakt. Dus wat zie je in die animatie? Aan de linkerzijde, dat zijn luchtsnelheden in kleuren weergegeven. Dat is eigenlijk je stroomleiding. Maar het figuurtje of de animatie aan de rechterkant is relevanter. Daar zie je een grote rode vlek en een grote blauwe vlek. Nu, die grote rode vlek is overdruk voor jou, doordat je een fiets bent, en die duwt je achteruit. Die blauwe vlek is zuiging, is onderdruk, en die zuigt je achteruit. En die twee werken samen en die werken tegen jou. Die gaan jouw beweging proberen te stoppen of proberen te vertragen. En dat samen met de wrijving van de lucht rondom je lichaam is eigenlijk luchtweerstand. Dus wil jij sneller
gaan fietsen zonder harder te moeten trappen, dan moet je ervoor zorgen dat die rode vlek en die blauwe vlek een stuk kleiner worden. Nu, je weet natuurlijk allemaal dat wanneer je sneller wilt gaan fietsen, dan moet je meer moeite doen over het algemeen. En naarmate je harder begint te trappen, ga je dan ook merken dat die luchtweerstand die je moet overwinnen, dat die toeneemt. Dus je moet meer moeite doen en moeite wordt soms uitgedrukt als vermogen in watt. In het vakjargon, of de professionele wielrennen noemen dat vaak wattage. En als je lange tijd vermogen levert, dan ga je dus energie verbruiken. Dus energie is ook heel belangrijk. Daarom dat wanneer je een lange fietstocht gaat maken, of wielrenners zitten in een wedstrijd, dan moeten ze voortdurend eten. Want als je niet eet, gaat op een bepaald moment, als je heel veel energie verbruikt door dat fietsen, je energiereserve op zijn en dan val je bijna letterlijk stil. Het is een leuk experiment om zelf eens te doen. Probeer eens 120 kilometer te fietsen zonder eten. Je gaat merken dat je op een bepaald moment misschien nog maar 10 kilometer per uur kan rijden of zelfs niet meer dan dat. Voorbeeldjes dan van hoe je sneller kan fietsen zonder harder te trappen. Een extreem voorbeeld. En dat zijn een paar voorbeelden uit de oude doos. De eerste is een beeld, een foto van 1894. Toen kende men het concept luchtweerstand en aerodynamica al. Heel oude foto van een man op een motorfiets en daarachter zit nog iemand op die fiets en dan een windscherm en daarachter zit de fietser. Mooi uit de wind en die kan dan heel snel fietsen. Zo'n ander voorbeeldje, iets radicaler zelfs, 1899, dus ook heel lang geleden. Iemand die achter een trein fietst, natuurlijk massaal op, massief obstakel dat die fietser uit de wind zet. Dus zo kan het snel. Dat is uiteraard vrij uitzonderlijk dat zoiets wordt opgezet. Af en toe worden nog wel wereldrecords gebroken op die manier. Maar wat vaker voorkomt, bijvoorbeeld in een wielerwedstrijd, is dat renners achter motoren rijden. En je ziet soms op tv, als je naar de koers kijkt, dat renners soms wegwerpgebaren maken naar de motor. Dat is vooral om aan te geven, ga weg, want je bent andere renners een voordeel in bieden. En dat zie je eigenlijk op deze animatie. Nu, hier zijn luchtsnelheden voorgesteld. Oranje is hoge snelheid, dus die motor die rijdt door het oranje, dus die krijgt de wind vol op kop. Maar die fietser die erachter komt, die zit in een heel lange slipstream, een heel lange zone van lage luchtdruk eigenlijk, en ook van lage snelheid, in elk geval lage snelheid die ervaren wordt. En dat is die groen-gele zone die je daar ziet. En zo kun je luchtweerstand, naarmate je dichter bij die motor komt, reduceren met 30, 50, soms zelfs 75%. Het geeft dus een gigantisch voordeel als je achter een motor kan rijden. En daar wordt soms heel veel over geklaagd door renners, door ploegleiders. En eigenlijk hebben ze gelijk. Wat vaker voorkomt, dit komt telkens wanneer het voorkomt, is het eigenlijk een keer te veel. Maar wat vaker voorkomt, is uiteraard dat je achter andere mensen rijdt. Bijvoorbeeld als je met vrienden gaat rijden, gaat fietsen. Maar ook uiteraard in een wielerwedstrijd. Wat je hier ziet, is opnieuw de stroomleiding. Dus de renner bovenaan die rijdt alleen. En die heeft dan 100%, zullen we zeggen, van de luchtweerstand. Maar als je met twee gaat rijden, dan heeft die tweede nog maar 59% van die luchtweerstand. Dus dat is een aanzienlijk voordeel. En dat zie je eigenlijk ook, want achter die ene renner zie je weer die zone met groene en gele kleuren. Dat is weer dat zog, dat is weer die slipstream, waar het eigenlijk heel aangenaam fietsen is, want je moet veel minder moeite doen. Veel minder hard trappen om diezelfde snelheid te halen. Nu, wat zie je in die onderste figuur? Dat die eerste ook een voordeel heeft. Dat is geen 100% meer, dat is 97%. Dus wat gebeurt er hier? Ik kan het uitleggen op een complexe manier en op een eenvoudige manier. De complexe manier is eigenlijk dat de stromingsvergelijkingen zijn partiële differentiaalvergelijkingen en die hebben een elliptisch wiskundig gedrag. Dat wil zeggen, eenvoudiger uitgedrukt, als jij als fietser, als loper of met de wagen rijdt in stilstaande lucht, beïnvloed je niet alleen de lucht achter jou, maar ook de stroming voor jou. Dat effect voor jou is veel beperkter. Dat zie je daar op die figuur. Dat is 3% in dit geval. Maar dat effect is er altijd. Sommige mensen zeggen dan, ja, maar dat kan toch niet, want er zit niks tussen. Jawel, er zit wel iets tussen. Er zit lucht tussen. Je hebt dat niet in het luchtledige, maar je hebt dat wel in de lucht. Zolang de snelheid lager is dan de snelheid van het geluid. Nu, ja, dat is 343 meter per seconde. Zo snel komen fietsers niet. Dus dat effect is er. En dat effect wordt groter naarmate dat obstakel dat achter jou rijdt groter is. Denk aan een volgwagen. Denk aan een bestelwagen.
En als je een vrachtwagen kunt overtuigen van achter jou te rijden, is misschien niet superveilig, maar dat gaat je een enorme boost geven, letterlijk, omdat die lucht, die overdruk, jou mee vooruit duwt. Ten slotte kun je ook gaan rijden in een treintje, hè, meerdere renners achter elkaar of meerdere fietsers achter elkaar. En je kunt dat doen als je naar je werk fietst met collega's of als je in het weekend wat gaat fietsen met vrienden of met familie. Maar dat is ook een competitievorm. En die vorm heet de ploegentijdrit. En de bedoeling is dan dat 6 of 8 of 9 renners van één team samen zo snel mogelijk een bepaalde afstand afleggen. Rond 30, 40, 50 kilometer. En dat kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren, want er zijn heel veel verschillende volgordes die je kunt bedenken. Maar het principe is als volgt. Men begint te rijden, bijvoorbeeld met 8 renners. De eerste neemt een tijdje de eerste positie, dat is de zwaarste. Als die wat moe is, dan schakelt die naar het einde van de rij. En de tweede wordt de eerste en die gaat dan de inspanning leveren. En zo gaat dat door. Het wordt voortdurend gealterneerd. Maar het is ook wel belangrijk welke volgorde je kiest. Met 8 renners heb je 40.320 verschillende volgordes. Nu, daar worden er 8 van gebruikt, omdat je roteert. Maar er zijn er nog altijd 5040 over. Van die 5040 is er eentje die de snelste is. En het is dan eigenlijk de kunst om die proberen te bepalen. En dat hebben we in 2019 gedaan voor de Ronde van Frankrijk met Team Jumbo-Visma, met Wout van Aert erbij en veel andere toppers. En dat was een van de vele redenen waarom we toen Team Ineos hebben verslagen met 20 seconden in die ploegentijdrit. Dus bij zo'n ploegentijdrit komt enorm veel kijken. En dit is dan eigenlijk maar één puzzelstukje van die hele puzzel die die tijdrit is. Nu, het extreme geval van luchtweerstandreductie is wanneer je gaat fietsen in een peloton. Dus een heel grote groep. En dan neem ik even de smurf erbij. We hebben zo 121 smurfen laten maken. Dat zijn dan wielrenners die allemaal naast elkaar in een peloton. En dan kun je meten wat de luchtweerstand is in de windtunnel op elk van die rennertjes. We doen dat niet op ware grootte, omdat de windtunnel niet groot genoeg is om daar 121 echte mensen in te zetten of van dit soort poppen. Dus we maken er kleintjes van. En wat je ziet in die animatie achter mij, is een bovenaanzicht, helikopterzicht als je wil, van 121 wielrenners die rijden in stilstaande lucht, waarbij de eerste, helemaal vooraan, aan de linkerzijde, die zit vol in de wind, maar alle anderen zitten gedeeltelijk uit de wind. En als je helemaal achteraan zit, of bijna achteraan, in het midden, in die blauwe zone, dan zit je heel erg uit de wind en dan kan je luchtweerstand teruglopen tot 5 à 10% van de renner die alleen rijdt. Dus dat is wat het extreme van wat je kunt winnen in luchtweerstandsreductie zonder met treinen en vrachtwagens en andere dingen te gaan werken. Oké, tenslotte, als je dan alleen fietst, wat kun je dan doen? Want dat gebeurt uiteraard ook. Dan kun je denken aan je positie. Je kunt platter op de fiets gaan liggen. Het wordt in deze animaties getoond. De eerste links is relatief rechtop. De tweede is veel meer voorover gebogen en de derde zit eigenlijk op een tijdrit dat lijkt een beetje op onze vriend Primoz hier. Als je die tijdrit in het wereldkampioenschap in Knokke en Vlaanderen gaat rijden in die derde positie, en ik ga ervan uit dat je 450 watt kunt leveren, dat is nogal wat, en dan kan je echt wel mee in het professionele peloton, dan doe je daar 51 minuten en 55 seconden over. Gebruik je die middelste positie, ook aerodynamisch, maar geen tijdrit en geen tijdritpositie, geen tijdritfiets, dan is dat 1 minuut en een 40-tal seconden meer. Doe je dat in die eerste positie, dan heb je 4 minuten en 4 seconden meer. Nu, dat lijkt misschien weinig, maar dat betekent dat je die top 3 positie dat je die kunt vergeten, misschien zelfs top 20. En dus het gaat soms om seconden, soms zelfs om fracties van een seconde. Nu, wat zijn andere mogelijkheden? Materiaal, een goede tijdritfiets, tijdritstuur, goede wielen, is heel veel mee te winnen. Een tijdritpak, die pakken worden ook ontworpen om altijd maar sneller te kunnen gaan. Tijdrithelm. Ik zie dat Primoz zijn kousen heeft vergeten. Maar sokken, aerodynamische sokken, ook heel belangrijk. De sokkenmeter van de UC bestaat voor een zeer goede reden. En hoe langer die sok, hoe meer voordeel. Dus noem maar op, heel veel verschillende dingen. Er zijn aerodynamische drinkbussen, platte drinkbussen met een profiel. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is ooit iets voor uitgevonden. Speedgel, om je benen te smeren om nog sneller te gaan. Verboden, by the way, maar het kan, het is er. En als je aan kledij denkt, dit is mijn eigen
Ik ben niet zo goed in het in praktijk brengen van mijn eigen onderzoek. Dit is mijn eigen regenjasje. Dit moet je dus niet gebruiken. Hè. En zeker als je bergop rijdt, dat loslaten zitten, dat is geen goed idee, want dat begint te flapperen. En dat flappert omdat het energie krijgt. En die energie die komt van jou. En dat is energie die je zoals alle energie maar één keer kunt gebruiken. Als je die gebruikt om dat jasje te laten flapperen, dan kun je die niet gebruiken om sneller te gaan. Even misschien terug naar de beginvraag, beste toehoorders. Dus hoe kun je sneller fietsen zonder harder te trappen? Wel, ik denk dat het college wel duidelijk is. Ja, lucht is overal, dat weet iedereen. Luchtbeweging is ook overal, dus aerodynamica ook. Tijd is over het algemeen heel schaars. Dus als je naar je werk wilt fietsen, of je gaat gewoon een rondje fietsen met vrienden, of je gaat naar de bakker, en je wilt het iets sneller doen, dan kun je misschien een paar tips van dit college gebruiken.